Al enkele weken circuleren er verontrustende verhalen over Dirk Kuyt, 42, en zijn 11 jaar jongere partner Keet Ruinemans. De voormalige topsporter zou via sociale media flirterig contact hebben gehad met verschillende vrouwen, wat Keet zou hebben ontdekt. Dit zou haar woede hebben opgewekt en de relatie zou nu op losse schroeven staan. Roddelmonden beweerden dat Keet nu haar verdiende loon krijgt, omdat zij een affaire zou hebben gehad met Dirk toen hij al 17 jaar getrouwd was met zijn jeugdliefde Gertrude, met wie hij dochter Noël en zoons Roan, Jorde en Ede heeft. Dirk heeft eerder al ontkend dat er sprake was van een verboden relatie met Keet. Ze hadden elkaar weliswaar ontmoet tijdens zijn huwelijk op een feestje, maar de vonk zou pas zijn overgeslagen na de breuk met Gertrude. Desondanks was het hart van zijn ex-vrouw gebroken. De scheiding was immers niet haar keuze. En zelfs nu vertelt Dirk aan Story dat de geruchten over een instabiele relatie met Keet niet waar zijn. Ik heb de verhalen ook gehoord, maar er is echt niets aan de hand tussen Keet en mij. We zijn nog steeds heel gelukkig samen. Vandaag vliegen we zelfs samen naar het buitenland, waar we samen een klus hebben. De dag voor hun vertrek spotte de fotograaf van Story het stralende paar nog samen op de golfbaan. Dus alles is pais en vree in hun weelderige villa van 1,5 miljoen euro in Noordwijk, waar Dirk en Keet tegenwoordig samenwonen.